Hallo allemaal, welkom dat jullie weer kijken naar, waar kijken jullie eigenlijk naar? Naar een nieuwe video van een nieuwe info-video of zo. Wil je alle films helemaal gratis downloaden? Dan zou ik je één tip aanraden: je computer moet daar wel goed voor zijn. Ik zou Windows 7 aanraden als computer. Heb je glasvezel, dan is het helemaal geweldig. Ik heb dat niet. Dus bij mij duurt het downloaden ook wat langer. Maar dat geeft niks. Nou, Froze. Nee. Ja. Nee. Wacht even voor. Want nu begin ik te twijfelen. Frostware. Dat was het. Frostware. De reden waarom ik deze video maak is omdat er soms nog wel is, als je op download klikt, dat je dan een andere download krijgt. En voor de mensen die niet weten wat een torrentbestand is en dat soort dingen, je krijgt er geen virus van. Want alle virussen die worden tegengehouden door het torrentbestand. Klik je op free download. Nou, donatie. Nou, daar houden ze van. Hoeft niet per se. Klik niet op download start of zo. Die begint automatisch. Nou zul je zien. Wilt u Frostware 6.9 Windows X uitvoeren of opslaan? Ik doe altijd opslaan. Want dat vind ik persoonlijk makkelijker. Maakt niks uit. Of dat je hem opslaat. Of dat je hem niet opslaat. Ik zal even mijn microfoon goed zetten. Ja. En als hij dan klaar is, wat bij mij die dus niet doet, dus dan doe ik onderbreken en dan hervatten. En dan doet hij gelijk beveiligingsscan uitvoeren. En dan kan ik zo de map openen. Dan wacht ik even. Map openen. Dan kunnen we Frostware 69 aanklikken. Altijd waarschuwen voordat dit bestand wordt geopend. Dan kan je afvinken. Uitvoeren. Omdat ik nu nog zelf ook nog niet de allernieuwste versie heb, doe ik hem gewoon even helemaal mee. Als het goed is, deze doe je op zijn Engels. I great. En dan next. En dan nog een keer next. En hij is een beetje aan het vastlopen. Fijn. Helemaal geweldig. Vind je dat nou echt wel? Nee, dat vind ik niet geweldig. Deze die vink je allemaal af. Want dat zijn allemaal weer toolbars. Next. Nu gaat hij installeren. Removing staat er dan bij mij, omdat ik hem al had. Dus dan gaat hij hem nu eraf halen bij mij. En dan gaat hij hem installeren. En je kan ook films die nog in de bioscoop zijn. Ik zou je aanraden om extra torrent te gebruiken. Omdat ik die meestal ook gebruik en ik dat een goede site vind. Het is een vertrouwde site. Je krijgt, zeg maar, als je iets downloadt, krijg je geen flutsooi. Er zit wel eens één of twee keer iemand tussen die denkt het goed te kunnen doen door het in de BIOS op te nemen. Maar er zit ook heel veel bij wat, zoals je hem op de DVD koopt, zeg maar. Dat bestand. Nou, zoals je kunt zien is die klaar. Dan run Frostware. Dan gaat hij nu opstarten. Hopelijk neemt mijn computer dat dan ook op. Nou, dan krijg je ook nog zo'n thank you ding. Van bedankt voor het downloaden, maar dat hoef ik niet. Deze kan nu ook weg.
zou ook nog wel een video doen hoe je gratis FL Studio kan krijgen. Nou, als je hem opstart krijg je soms, ik weet niet of dat alleen bij mij is omdat ik heel veel andere versies al heb, alle torrents, maar zeg maar, je kan hier doen, laten we zeggen, oh, wacht, nu druk ik een paar shift in. Eventjes, hoe heet hij ook alweer? Home. Oh. Zoeken. Home Alone. Home Alone. En dan Home Alone 3, bij wijze van spreken. Nou, enter. Dit zijn... Nou denk je, hé, daar staat een videootje. Dat, er zit hier hele stomme vliegjes. Dit. Kijk, dit is allemaal extra torrent. Dat geeft een goed ding. Maar ik zou zelf, zou ik niet op dit videootje afgaan. Want dan krijg je ook YouTube dingen. Voor muziek kies je deze. Dat is logisch, denk ik. Voor video's. Voor YouTube video's, om video's vanaf YouTube te halen, kies je deze. Maar om echt films te downloaden, zou ik toch liever dat die rechtse nemen. En dan kan je hier ook bronnen. Hier extra torrent. Home Alone Teens 3. Home Alone Teens 3. Nou, je kan ook... ik weet niet of die naam goed is, maar... Nou, dan klik je op extra torrent. Klik je er nog een keer op. Dan wordt het geopend. En dan kan je hier al zien. De voorkant zou je. Dan kan je dat in ieder geval zien. Maar je kan hem dus ook downloaden. Dit was het voor deze aflevering. Hopelijk weten jullie nu hoe jullie gratis video's kunnen downloaden. En ik check jullie later.